Exodus 3. En dan gaan we lezen. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Het is goed als je een rijke schoonvader hebt. Hè? Het is niet zo leuk dat hij zelf niks had, maar in ieder geval een rijke schoonvader. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Heel bijzonder, hè? Die braamstruik stond in brand, een brandend braambosje, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wonderenverschijnsel gaan bezien. Waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij het ging bezien. Weet je, als je nieuwsgierig wordt, gaat God met je praten. Hè? Toen de Heere zag dat hij het ging bezien. Bent u nog steeds hier gekomen om God te zien? He, om zijn heerlijkheid te aanschouwen? Vanmorgen hebben we het gezongen en we hebben het beleefd met elkaar. Amen. This is holy ground. And there are angels all around. Amen. Halleluja. Glory to Jesus. Hij ging het bezien en God riep hem uit de braamstruik toe. Heerlijk als God je roept. Amen. Hebt u Gods stem nog eens gehoord de laatste tijd? Hebt u de laatste tijd nog wel eens een braamstruikervaring? Weet je, het christenleven kan vaak een routine worden. En vaak gaan wij door de motions, we gaan maar door alle dingen heen. Maar het is tijd dat wij vanmorgen stilstaan en zeggen, Heer, ik heb zo'n behoefte aan een nieuwe braamstruikervaring. Ik heb behoefte dat ik de stem van God weer hoor. Dat ik weet dat God me roept. We zijn vaak zo doof, hè. We zijn doof voor Gods stem, want we zijn druk met allerlei dingen. We rennen naar links en we rennen naar rechts. En we hebben geen tijd meer om God te horen spreken. Vanmorgen wil God opnieuw tot ons hart spreken. En God die riep hem toe, Mozes, Mozes. Heerlijk, en God kent je bij naam. Farli, Farli. André. Humphrey, waar ben je? En hij antwoordde, hier ben ik. Amen. Vanmorgen zeg je, hier ben ik. Amen. Niet mijn broer, niet mijn zus, maar ik. Heer, ik heb behoefte aan een ontmoeting met u. Ik heb ontmoeting. Ik heb nodig dat u met mijn hart spreekt. Dat mijn hart weer gevoelig wordt voor de stem van de levende God. Hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilige grond. This is holy ground. Amen. We are standing on holy ground. And there are angels all around. Hallelujah. Voort zeide hij, ik ben de God van uw vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. Drie dingen waar we even bij willen stilstaan vanmorgen. De engel des Heren, hij verschijnt aan Mozes. En hij verschijnt als een vuurvlam. En hij verschijnt in een braamstruik. U weet, de engel des Heren is niemand anders dan Jezus. Amen.
Als de Bijbel spreekt over de engel des Heren, er zijn vele engelen, maar hier spreekt de Bijbel over de boodschapper, Malak Yahweh. En Malak in het Hebreeuws is de boodschapper, de boodschapper des Heren. Weet u waarom? Want de Bijbel zegt, niemand heeft God ooit gezien. God is geest en hij is onzichtbaar. Niemand heeft hem ooit gezien, maar de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Halleluja. Door Jezus kunnen wij God kennen. Hij zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij is de openbaring van God. En hij verschijnt in het Oude Testament elke keer opnieuw. En als God daar verschijnt, dan is het Jezus die komt. Hij weet, in de Hof van Eden wandelde Adam en Eva met God. Maar wie met wie wandelen ze eigenlijk? God de Zoon. Hè? De tweede persoon van de Elohim. Elohim, dat betekent het meervoud van God. Elohim die sprak, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat is Elohim, dat is God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Jezus die wandelt in het midden van de hof met Adam. Halleluja. Geweldig, hè? Wat een voorrecht. En bij Abraham komen er drie mannen. En daar is Jezus, twee engelen en Jezus, die komen bij Abraham op bezoek. En ook met Jacob, een engel worstelde met hem. En hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Was toch geen engel, het was de engel des Heren. En we zien hetzelfde bij Joshua. Hè? Als Joshua Jericho moet gaan veroveren, wat heeft hij dan? Hij heeft dan een ontmoeting met de engel des Heren. Ik vind het zo mooi, hè? Ik ga het even voorlezen. En daar staat er, het gebeurde nu terwijl Joshua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Joshua trad op hem toe en vroeg hem, behoort gij bij ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het Heer des Heren zei tot Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed dat. Een engel kun je niet aanbidden, hè? Op Patmos, als Johannes die engel wil aanbidden, zegt hij, doe het niet, ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen. Aanbid God. Alleen God kun je aanbidden. En deze engel, deze Heer, van de vorst des Heren, die neemt de aanbidding van Joshua en hij zegt, de grond waarop je staat, is heilige grond. Mensen, waar Jezus is, is de grond heilig. Hij zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden, halleluja. En omdat hij hier is, are we standing on holy ground. And there are angels all around. We are standing on holy ground. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. En de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. En deze plaats is vol van zijn heerlijkheid. Ik verkondig het en ik verklaar het over uw leven. Mijn leven, uw leven is vol van de heerlijkheid van God. And we are standing on holy ground. De engel des Heren verschijnt in een brandende braambos. Het is zo geweldig dat de engel des Heren wil verschijnen. Weet je, elke keer als God iemand roept, is daar een bovennatuurlijk ingrijpen. Als Paulus op de weg naar Damascus is, dan ziet hij een bovennatuurlijk licht en hij valt ter aarde. Hij zegt, wie zijt gij, Heere? En hij zegt, ik ben Jezus die je vervolgt. En Paulus krijgt zijn roeping vanuit dat hemelse visioen. En hij zegt, ik ben dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Als Jesaja wordt geroepen door God, dan zegt de Bijbel, in het sterfjaar van koning Uzja zag ik de Heere zitten.
hoog verheven op een machtige troon. En zijn heerlijkheid vulde de tempel. En die angels cried, holy, holy, holy. De engelen die zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. En de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dat was de roeping. En ook bij Mozes, mensen, als God iemand roept, dan wil hij eerst dat we hem ontmoeten. Amen. Als God je gaat roepen, voor God je gaat gebruiken, wil hij een openbaring geven van wie hij zelf is. Omdat je weet wanneer alles onwaarschijnlijk lijkt en wanneer alles wegvalt, dat je weet in wie je hebt geloofd. Dan weet je van wie je roeping hebt ontvangen. En dan weet je dat je altijd zult trouw blijven aan je roeping. Wat er ook gebeurt. De engel des Heren, die verschijnt aan Mozes en hij heeft een ontmoeting met Jezus. En dat is eigenlijk het hele doel van deze dienst vanmorgen. Dat wij allemaal een ontmoeting hebben met Jezus. Dat wij zijn stem verstaan in ons hart. Dat de muren om ons hart worden afgebroken. Ik weet niet of u het ervaren hebt vanmorgen tijdens de aanbidding. Begonnen dingen te bewegen in mijn hart en ik hoop in uw hart ook. Dat u vrijkomt, dat u komt in een nieuwe dimensie met God, dat u hem aanraakt, zijn troon aanraakt. En dat u veranderd wordt in het diepst van je wezen. Want daar gaat het om vanmorgen, mensen. Het gaat erom dat wij de Heer ontmoeten en dat hij ons gaat veranderen. Weet je, Mozes is een geweldige man. Als we kijken naar Charlton Heston, ik geloof, hij was zo'n beetje, hè? Nog iets knapper dan ik, denk ik. Een geweldige figuur, hè? Een Charlton Heston. Maar Mozes was ook een heel gewoon mens, zoals wij allemaal. Hij was ook een gewoon mens die de eenzaamheid ervoer, die God zo nodig had, die ervoer de afwijzing. Weet je, er staat ergens, als wij dat even lezen in Exodus 2, dan staat er, dat Mozes, u kent dat verhaal wel, vers 12, hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Hij keek naar alle kanten, behalve de juiste kant, behalve omhoog. We kijken vaak naar alle kanten, voor we iets gaan doen. Mensen, vergeet nooit om omhoog te kijken. Vergeet nooit om te zien, Jezus, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden leggen. En we spreken het eerst met de koning. Ga eerst tot hem. Hij keek naar alle kanten. Maar hij keek niet de goede kant uit. En op een gegeven moment, vers 14, deze echter zeide, wie heeft u tot ons tot overste en rechter over ons gesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarop werd Mozes bevreesd. Want hij dacht, voorwaar, de zaak is bekend geworden. Mozes die wordt bevreesd. Mozes is precies zoals u en ik. Bent u ook wel eens bang? Bent u bevreesd om de dingen die over u komen? Bent u bevreesd voor het gevolg van uw beslissingen? Bent u bevreesd voor uw kinderen en uw kleinkinderen? Bent u bevreesd voor de wereld en de stormen die gaan komen? Van de vorige week kreeg ik zo'n mooi berichtje op internet. Hè, hoe was het? Onze bijna president wilde een no-fly zone hebben, hè, boven Syrië. En als Russische vliegtuigen komen, moeten ze ook neer worden geschoten. Wat een brutaliteit, hè? Wat een brutaliteit. En dan maar een derde wereldoorlog riskeren. Ik zeg altijd tegen mijn vrouw, van, ik woon vlak op Mahuma, dus wanneer die atoombom op de Shell valt, ga ik gewoon achter die berg schuilen. En dan gaat die hele hete lucht over me heen. Maar we gaan er allemaal aan, mensen. We gaan er allemaal aan. Met de gouverneur en ons allemaal. Het kan je soms bang maken, als je erbij stil gaat staan. Gelukkig ben ik niet iemand die echt bang is snel. Maar er zijn bepaalde dingen die op je afkomen. Er zijn allerlei dingen die op ons afkomen in deze wereld, mensen.
En de harten van de mensen zijn bang. Er zijn zoveel mensen die zijn bang. Bang dat ze ziek zullen worden. Bang dat ze pijn zullen lijden. Bang dat hun kinderen verloren zullen gaan. Bang voor allerlei dingen van de toekomst. En de mensen willen vluchten. Vluchten in allerlei vermaak en plezier en zonde. En vluchten in de drugs en in de alcohol. De mens vlucht. Ik weet niet waarin u aan het vluchten bent. Misschien in uw werk. En velen van ons vluchten vandaag de dag in onze telefoon. Daar hebben we tenminste internet en hebben we allerlei berichten. De mens wil vluchten, maar de mens weet niet waarheen ze naartoe moeten gaan. En de mens die voelt zich vaak eenzaam en verlaten. Kijk, dat zien we bij Mozes. Exodus 2, vers 22. En Mozes bewilligde erin bij deze man te blijven. Dat is zijn schoonvader. En deze gaf zijn dochter Zipporah aan Mozes. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Gersom. Want, zeide hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Gersom, want ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Dat betekent, ik ben wel in een land en ik heb wel mensen om me heen, maar in principe ben ik helemaal alleen. Weet je, ik denk dat dat eigenlijk het kenmerk is van deze tijd. Dat wij zoveel mensen hebben die alleen zijn, diep in je hart. Misschien bent u vanmorgen en u zegt, geweldig, we hebben zoveel mensen om me heen. Maar als je werkelijk naar mij kijkt, diep in mijn hart voel ik me eenzaam, voel ik me ellendig, voel ik me afgewezen. Ik heb niemand die werkelijk voor mij keert. Ik heb niemand aan wie ik mijn hart kan openen en werkelijk me kan uiten. Ik heb niemand wie ik werkelijk kan vertrouwen en met wie ik mij helemaal comfortabel voel. Ga uw hart na. Is er een eenzaamheid in uw hart? Weet je wat de Bijbel zegt? God zei het is, God maakte alle dingen en alle dingen waren goed. Maar hij keek en hij zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal een hulpe maken die bij hem past. En weet je, dat is de hele bedoeling van de gemeente. God heeft ons gemaakt om als één lichaam van elkaar te houden. Om voor elkaar te zorgen. Om naar elkaar uit te zien. Om een open oor te hebben voor die ander. Er is zoveel eenzaamheid. En je kunt je zo eenzaam voelen. Te midden van een menigte mensen. En niet alleen in Nederland. In Nederland woon je op een flat. En je weet niet eens wie je buren zijn. Maar ook op Curaçao. Is er zoveel eenzaamheid. En misschien vanmorgen in ons midden. Zijn er zoveel mensen. En ze kunnen zeggen met Mozes, ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Ik ben een vreemdeling voor mijn man misschien. Ik ben een vreemdeling voor mijn vrouw. Ze begrijpt me niet. Ik voel me helemaal geïsoleerd. Ik voel dat er niemand is die werkelijk om me geeft. Dat is Mozes. Dat is misschien in uw hart vanmorgen. En u hebt zo nodig dat iemand u bemoedigt. Dat iemand naar u luistert. U hebt zo nodig dat iemand u aanraakt in de liefde. Misschien mag je de buurvrouw of buurman even aanraken en zeggen, God zegen je. Ik geef om jou. Ik ben geïnteresseerd in jouw leven. Ik hou van je. Ik wil je zegenen. Weet je, je kunt hier zijn en gewoon onveranderd weer weggaan. Helemaal alleen. En dan gaat dat geweldige gebeuren dat Mozes een ontmoeting heeft met God. Er is niets mooiers. Wij mogen God vanmorgen ontmoeten. Die de diepste nood van je hart kent. Het ontslaat ons niet van onze plicht naar elkaar toe. Dat we zeggen, ik ben er voor je. Ik wil naar je luisteren. Ik wil je aanraken. Er zijn zoveel mensen die nooit een liefdevolle aanraking krijgen. Niet van hun partner, niet van hun kinderen. Niet van hun buurman, niet van hun collega.
zijn zoveel mensen eenzaam. En God wil u ontmoeten vanmorgen. En God wil u ontmoeten door uw buurman en door uw buurvrouw. En God wil spreken woorden van bemoediging door die ander. We hebben allemaal nodig, mensen, dat wij God horen spreken. Dat wij een brandende braambos gaan zien vanmorgen met onze geestelijke ogen. Dat wij Gods stem opnieuw gaan verstaan. Halleluja. Dat wij gaan beseffen dat wij weer op heilige grond zijn. In de tegenwoordigheid van de levende God. Misschien hebt u het lang niet meer ervaren. Vanmorgen mocht u iets van proeven. En ik hoop dat u doorgaat. Zeg, Heer, I am standing on holy ground. Ik ervaar uw tegenwoordigheid, Heer. En ik wil veranderd worden door een ontmoeting met u. Weet je wat zo heerlijk is? Dat je bij God altijd eerlijk kunt zijn. En zeggen, Heer, ik hoef me bij u nooit beter voor te doen dan ik ben. Heer, u kent mijn hart, u kent mijn nood, u kent mijn zonden, u kent de dingen die ik verkeerd doe. Maar u bent er altijd in uw geweldige liefde. Uw bloed reinigt mij volkomen. U aanvaardt mij volkomen in de geliefde. U ziet mij als volmaakt in Christus. U ziet mij als volkomen, halleluja, door het kostbare bloed van het Lam. En u houdt van mij en u omarmt mij. En ik mag in uw tegenwoordigheid binnenkomen door uw geweldige genade. Ik mag uw hand voelen op mijn leven, zoals iemand vanmorgen zei. Hè? Heer, laten we uw hand voelen op ons leven. Laten we uw omarming voelen vanmorgen, Heer. Dat u hier bent, niet om af te wijzen, niet om te veroordelen, maar om ons te aanvaarden, om ons te genezen van onze eenzaamheid, van onze vluchten in allerlei andere dingen. En dan weer gewoon tijd te hebben voor Jezus. De Heere, de engel des Heeren verschijnt. En hoe verschijnt hij? Hij verschijnt als een vuurvlam. Daar verscheen hem de engel des Heeren als een vuurvlam. Halleluja. Weet je, onze God verschijnt in geweldige liefde, maar hij verschijnt ook als een vuurvlam. God is liefde, maar God is ook heilig. De Bijbel zegt, onze God is een verterend vuur. Hij is een vuur wat kan verbranden, wat alles weg kan doen wat kwaad is in jouw leven. Ik ben zo blij dat Jezus kwam om te dopen met geest en met vuur. Hij doopt ons met zijn heilige geest. Hij komt met zijn geweldige warmte en liefde, maar hij komt ook met het vuur om weg te branden datgene wat niet op Jezus lijkt. U weet, dat is heiliging. Hè? Dat is het mooie verhaal van Michelangelo. Dat ze hem vroegen van hoe maak je die geweldige engel uit dat brok marmer? En hij zegt, ik moet gewoon wegkappen wat niet op een engel lijkt, zodat die engel tevoorschijn komt. En dat is wat God wil doen. Hij wil met zijn vuur branden in ons, zodat alles wat niet op Jezus lijkt, wordt weggebrand. En dat Jezus tevoorschijn komt in ons leven. En dat mensen Jezus in ons kunnen zien. Amen. Dat hij door je ogen kan liefhebben en lachen. Halleluja. O, glorie voor zijn naam. Jezus wil een werk doen, mensen, in ons aller hart. Hij verschijnt als een vuurvlam. Ongenaakbaar. Hè? Onaanraakbaar. Verterend vuur. Jesaja zegt, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hij is ongenaakbaar heilig. En dat zien we dan ook hier in vers 5, en dan zegt hij, daarop zeide hij, kom niet dichterbij. Drie woorden, hè? Kom niet dichterbij. Want ik ben totaal anders, ik ben de heilige. Mensen, God zegt, kom niet dichterbij. Anders brand je je vingers. Maar weet je, diezelfde God die drie woorden gebruikt, kom niet dichterbij. Die zegt in Matteüs 11, komt tot mij.
komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Allebei zijn waar. Kom niet dichterbij, want ik ben heilig. En hij zegt, komt tot mij. Dat is genade. Amen. Wat de wet niet vermag, kan genade wel. Amen. Wat Gods heiligheid niet toestaat, kom niet dichterbij. Je zult je branden aan dit vuur. Maar de genade van God zegt, kom tot mij. Allen. Amen. Dat is genade, mensen. Onverdiende liefde van God. Onverdiende genade en barmhartigheid. Onverdiende gunst. Geweldige liefde geopenbaard op dat kruis die al onze schuld op zich nam. Al onze onheiligheid. Al wat wij geheiligd in Christus gemeenschap mogen hebben met een driemaal heilige God. Dat is genade. Als wij zonder enige veroordeling mogen komen tot de troon van die heilige God. Had hij mogen komen alsof wij nooit gezondigd hadden. Totaal bekleed met de gerechtigheid van Jezus. En dat hij zegt, kom thuis. Kom bij mij, want ik verlang zo naar jou. Mijn geliefde is van mij. En ik ben van mijn geliefde. Alles is schoon aan u, mijn liefste, zegt Jezus. Alles is schoon aan u. Ja maar Heer. Nee, alles is schoon aan u. Want ik heb je gewassen met mijn eigen bloed. En ik heb je bestemd om als een zoon van mij te worden aangenomen. Er was zo'n grote kloof tussen ons en God. Maar Jezus heeft die kloof helemaal overbrugd. En wij mogen elke dag komen met volle vrijmoedigheid tot de troon der genade, om te ontvangen al wat wij nodig hebben. Dat is genade, mensen. Komt tot mij. Gods heiligheid vraagt afstand, maar Gods genade zegt, ik heb alle deuren voor je opengesteld. Kom binnen in mijn huis, kom binnen in mijn tegenwoordigheid, want ik hou van je en ik ben er altijd voor jou. Weet je, we zien dat eigenlijk ook hier verderop. Hè? Als je kijkt, vers 6, voor zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Met andere woorden, ik ben geen onbekende voor jou. Hè? Mozes, ik ben niet die grote onbekende. Ik ben de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Ik ben de God van Willemientje. Hij is onze God. En weet je wat zo mooi is? Hij zegt, Mozes, misschien ken je me helemaal niet meer. Maar ik ben de God van jouw vader. Abraham, Isaac en Jacob. Weet je, soms kom je iemand tegen. En die zegt van, hé, ik heb met je vader gewerkt bij de Shell. En dan is het zo van, we hebben iets gemeenschappelijks. Hè? Ik heb je vader gekend. Met andere woorden, we zijn vrienden. En dat is wat God zegt. Ik ben je vriend. Ik ben dichterbij dan je dacht. En diezelfde God die zegt, doe je voeten, de schoenen van je voeten van de grond is heilige grond. Die zegt, en ik ben de God van je vader. Ik ken je. Ik heb een relatie met jou. En de Bijbel zegt, en Mozes die verborg zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. Met andere woorden, Mozes die dacht niet bij zichzelf, dat vuur is toch niet zo erg gevaarlijk als ik dacht. Ik kan me een beetje vrijmoedigheid veroorloven. Nee, hij verborg zijn gelaat. Want hij vreesde God te aanschouwen. Weet je, dat is zo mooi, hè? Dat wij die vreze Gods mogen kennen, die diepe eerbied. En tegelijkertijd die geweldige vrijheid om met onze Vader in de hemel te wandelen. God wil dat we al die twee aspecten kennen. Weet je,
God is niet ons vriendje waarmee we geknikkerd hebben. Sommige mensen die gaan met God om alsof het een vriendje is waarmee ze knikkeren. Nee, God is heilig. God is majesteit. En je moet allebei momenten kennen. Je moet kennen die heiligheid van God. En je moet kennen dat je bij hem op zijn schoot mag zitten. En hem mag omarmen en met hem mag spelen en hem lief hebben. Er zijn paradoxen in het christelijk leven. Maar je moet ze allebei kennen. Net zo goed als je moet kennen die geweldige vrijmoedigheid van het zoonschap Gods. Maar ook dat verbrokenheid waarbij je weet van, Heer, u bent zo groot en ik ben zo nietig. Heer, u bent almachtig en ik ben een worm in het stof. Dat maakt het christelijk leven zo rijk. Als je die alle dimensies mag kennen van je wandelen met God. Momenten dat je verbroken bent voor Gods aangezicht, want je ziet zijn heiligheid en je beseft, Heere, er is niets goeds aan mij. En dan tegelijkertijd mag weten die bekleding met zijn klederen en dat je mag wandelen met God alsof je nooit gezondigd had. Weet je, als je momenten van verootmoediging niet kent, ga je ook nooit die hoogte kunnen bereiken. Ik heb ontdekt momenten dat ik me verootmoedig voor God en mezelf helemaal verootmoedig en besef, Heer, ik ben niet zonder u en ik besef wat een wonderbare genade. Dan pas gaat die genade voor je leven en dan ga je uit die rijkdom van die genade kunnen leven. Daar komt die autoriteit van, dat is je wandel met God, mensen. God heeft in mensen een welbehagen. Halleluja. Amen. Ik ben de God van je vader. Ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Ik ben de Almachtige. Halleluja. Maar waarachtige vroomheid, mensen, begint op je knieën. Amen. Kent u dat nog? Op je knieën gaan. Ik vond het zo leuk. Laatst luisterde ik naar Rafi Zacharias. En hij zegt elke morgen, wie kent Rafi Zacharias wel? Een geweldige man Gods, een hele goede apologeet, een geweldige intellectueel. En hij zei, elke morgen ga ik op mijn knieën en ga ik God aanbidden. Heerlijk als je dat kent. Knieën is natuurlijk net zo goed als wandelen, maar het heeft iets speciaals. Paulus zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader. He? Jezus die knielde en bad. We mogen leren bidden, mensen, God aanraken op je knieën. En Mozes die wierp zich, hè, op zijn knieën. Hè. Hij ging op de grond, want hij zag Jezus. Hij vreesde God te aanschouwen. Hij verborg zijn gelaat. Ik wil gaan naar mijn derde punt. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam. Heilig God, midden uit een braamstruik. Weet je, God verschijnt aan Mozes op een hele eenvoudige manier. In een braamstruik. God die had kunnen verschijnen in een geweldig bovennatuurlijk licht. In een geweldige aardbeving. Allerlei geweldige manieren, maar hij komt altijd heel eenvoudig. Hij komt in een braamstruik. Toen God kwam op aarde, kwam hij niet als een koning gekleed met allerlei heerlijkheid, maar hij kwam als een eenvoudige baby in een stal. Dat is wat God doet, hè? Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Jezus Christus komt als een heel eenvoudig mens. Dat is Gods manier van de dingen doen. Weet je, God doet altijd de bovennatuurlijke dingen in de natuurlijke. God doet dat geweldige in iets heel eenvoudigs. Wij mensen houden van indruk maken. Wij houden van pracht en praal. Vandaar dat de koning een gouden koets heeft. Nu heeft hij hem even ingeruild, hè, voor een glazen koets. Maar het is allemaal de show. We willen allemaal show. We willen allemaal. Het is onze menselijke natuur. En God zegt,
Hij verschijnt heel eenvoudig in een brandende braamstruik. Dat betekent heel gewoon. Dat was een normaal verschijnsel. Als door de zon en misschien door de nomaden die dat rondtrokken, die hadden wel eens een bosje laten branden. En het was heel normaal. Maar te midden van dat normale doet God het bovennatuurlijke. Want dat bosje brandde, maar het verbrandde niet. Het verteerde niet. God doet het bovennatuurlijke in het eenvoudige. Weet Jezus, die kwam op aarde en waarom waren ze zo tegen Jezus? Een van de dingen van wat mensen zeiden van, is dit niet de timmerman? Wonen zijn broers en zijn zussen niet bij ons? Hij is een gewone man. Wat denkt hij dat hij is? Maar weet je, deze eenvoudige timmerman, die geboren is in een stal, wordt wel de man die wandelt over het water en die de doden opwekt. Amen. En de blinden laat zien. God doet het bovennatuurlijke in het natuurlijke. Wat geweldig doet hij in het eenvoudige. God wil dat wij leren op hem te wachten, mensen. Dingen te doen zoals hij dat wil. U weet bij Naaman. Naaman die krijgt een opdracht van de profeet. Ga en doop je 7 maal in de Jordaan. En je melaatschheid zal genezen worden. En Naaman is boos. Ik had gedacht dat hij zou komen. En zijn hand zou strijken als een echte magnetiseur over de zieke plek. Hij dacht een heleboel ceremonie. En die profeet zegt gewoon, ga en was je in het vieze water. 7 maal onder, kopje onder. Weet je, dat is de manier waarop God het doet. God doet altijd de dingen op zijn manier. Op een hele andere manier dan wij het zouden verwachten. Amen. Jezus, de Zoon van God, wordt geboren precies zoals u en ik. Amen. Maar hij is wel degene die als hij hem kruisigen de dood verbreekt en opstaat als overwinnaar. Dat is onze Jezus. Hij is wel degene die het brood kon vermenigvuldigen. Hij is wel degene die de Vader kon behagen met al wat in hem was. Dat is Gods manier van de dingen doen. Een heel eenvoudig braamstruikje. Heel gewoon het branden, maar het verbranden niet. En Mozes zegt, laat mij toch dat wonderlijk verschijnsel gaan bezien. Amen. Laat me dat wonderlijke verschijnsel gaan bezien. Waarom dat bosje nou brandt zonder dat het verteert? U weet, de Bijbelgeleerden zeggen ons dat dat brandende braambosje waar Mozes ontmoet natuurlijk is een beeld van wat? Van Israël. Israël is het brandende braambosje wat in de loop der eeuwen altijd in de vurige oven is geweest. Altijd is vervolgd, probeerde kapot te maken. Alle machten zijn teken van Haman in het Oude Testament. Van de farao die allereerst geboren wilde doden. Tot Stalin en Hitler toe die het op de Joden gemunt hadden. Het is niet zomaar toevallig. Het Joodse volk is nog steeds het volk waar God een speciaal plan mee heeft. Sommige mensen willen dat niet accepteren. Maar de Bijbel zegt God heeft hun tijdelijk terzijde gesteld. De Bijbel zegt, de Joden zijn als het ware die rijke man die met die zak juwelen op zijn schouder liep. En hij struikelde op wat al die juwelen over zouden vallen, op de grond zouden vallen. En wij heidenen ze konden oprapen. Dat is wat, lees u maar, Romeinen 19 en 11. Hun val is voor ons redding geworden. De Bijbel zegt, hoeveel te meer zal hun redding voor ons overvloed worden. Wanneer ze hem zullen zien die ze doorstoken hebben. En ze gaan roepen, Heer, vergeef ons onze zonden. En ze zullen weer tot Jezus komen. En by the way, komen vele mensen in Israël tot Jezus. Dat is geweldig. En maar God heeft een plan met hun. En Israël is een klein volkje. Maar het heeft eeuwenlang stand gehouden. En door de vervolging, door het vuur van de beproeving.
En Israël is een wonderlijk verschijnsel, want ze bestaan nog steeds. Ondanks 6 miljoen, ondanks miljoenen, ondanks alle ellende die over ze gekomen is, zij bestaan nog steeds. En weet je, niet alleen maar Israël is een wonderlijk verschijnsel, God wil ook dat wij als gemeente een wonderlijk verschijnsel zijn. Dat wij branden zonder dat wij verteren. Dat de mensen naar ons kijken en zeggen, laat ons toch dat wonderlijke verschijnsel gaan bezien. Waarom die gemeente van Jezus Christus kan branden en blij kan zijn te midden van elke storm. De Heer kan loven en prijzen te midden van al hun verdriet en ellende. Waarom? Wat is hun geheim? Laat ons toch terzijde gaan en te zien waarom zij kunnen branden, maar niet verbranden. Waarom zij kunnen zijn vol van ijver en al gaan alle dingen fout, dat zij toch blij kunnen zijn en de Heer kunnen groot maken met hun hele hart. Is uw leven een brandende braambos? Zijn er mensen die terzijde komen en zeggen van, hé, vertel me jouw geheim. Hoe kan het? Hoe kan het dat je blij bent? Ik zie dat alles fout loopt in je leven. Hoe kan het dat je blijft lachen en loven en prijzen? En niet als een farce, niet als een toneel, maar het komt uit je hart. Hoe kan dat? Weet je waarom? Want die brandende braambos is niet afhankelijk van haar eigen energie. Maar het is God in het bos. Het is Jezus in ons. We zijn niet afhankelijk van ons eigen combustibel, van onze eigen brandstof, onze blaadjes die moeten branden, maar het is Jezus in ons. Hij is het geheim. En zolang Hij in ons is, mensen, kunnen wij branden en we zullen niet verbranden. We kunnen door de beproevingen gaan, maar niets zal ons kapot kunnen maken. Amen. Er gingen 3 jongelingen in die vurige oven. En toen die koning keek, zag hij 4. En hij zegt, the fourth one looks like the son of the gods. Amen. De zoon der goden, die 4e man, wandelde met hen in die vurige oven. En ze kwamen uit dat vuur zonder enige brandlucht. Het enige wat verbrand was, was hun boeien. Ze waren vrijer in het vuur dan buiten het vuur. Dat is wat God wil doen. Hij wil je zo aandoen met kracht vanmorgen, met zijn heilige geest, dat je kunt branden zonder dat je verbrandt. Dat je kunt leven te midden van alle omstandigheden en hem kunt loven en prijzen. Want zijn kracht, mensen, wordt openbaar in jouw zwakheid. Hij zegt, mijn genade is jou genoeg. Mijn genade, dat geeft niet waar u vanmorgen doorheen gaat. Hij zegt, mijn genade is genoeg. Want mijn kracht openbaart zich pas in jouw zwakheid. Wanneer je afhankelijk opstelt en beseft van Heer, ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig dat uw vuur gaat branden in deze braambos. Halleluja, dat gaat God het doen. De engel des Heren verschijnt als een geweldig vuur in een eenvoudige braambos. Wilt u die braambos zijn vanmorgen? Wilt u zeggen, Heer, brand in mij. Doe uw werk in mij vanmorgen. Laat mij branden. Opdat mijn buren komen en zeggen, what's the matter with you? Hoe kan het dat je zo blij bent? Hoe kan het dat je nog steeds vol van vrede bent? En lofprijs. Hoe komt het dat ik elke morgen hoor zingen? Halleluja. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, mijn ziel. Hoe kan het? Dan kun je zeggen, want God in dit bosje. Jezus leeft in mij. En daarom kan ik branden. En ik zal niet verbranden.